Winkels en welkom bij een nieuwe video hier bij Alles Games. En vandaag is het weer tijd dat ik hier Japans snoep ga proberen. En als je nog niet wist, wij hebben dit al vaker gedaan hier bij Alles Games. Dus check eventjes de video's daarvan hier in de beschrijving. En dat doe ik samen met Boop. Maar vandaag ga ik het een keertje alleen doen. Want ik heb hier een heel leuk, schattig, leuk zakje. Heel vrolijk, heel kleurrijk. Dit is een Japans snoep pakketje waar je een soort gehaktballetjes kan maken met een soort ketchup saus. En een soort mayonaise. Ik heb letterlijk geen idee. En ik weet ook niet of dat is. Misschien is het wel iets zoets. Misschien is het wel iets hartigs. Ik heb geen idee. Je hebt ook de magnetron nodig voor deze. Dus ik heb letterlijk geen idee. En ik heb hier ook nog wat andere liggen die ik volgende keer wil. Dus als je nou ook deze wil gaan zien in een andere video, doe alvast dan een duimpje omhoog op deze video. En dan kan je die misschien volgende keer verwachten op Alles Games. En ook, als je nog niet geen abonnee bent van Alles Games, druk even hier op de abonneerknop hier beneden. En dan ben je altijd up-to-date met onze nieuwste video's. En ook voor die video, like, let's hit the button, okay? Dus laten we deze uitpakken. Ik heb deze gekocht in de Markthal in Rotterdam. Dus als je deze ook wil kopen, dan moet je dat daar doen. Maar ik ga hem nu openmaken en gaan we eens kijken wat hierin zit. Ik heb letterlijk geen idee. Oh, ik maak het weer heel charmant open. Er zit weer een hele lelijke scheur in de verpakking. Weet je wat mijn opa altijd doet? Hij maakt het echt zo voorzichtig open. Lijkt hij doet er dan een kwartier over. Maar dan bewaart hij alle verpakkingen. Hij heeft bijvoorbeeld zijn verpakkingen thuis van alles. Bijvoorbeeld ook van, weet ik veel, als hij Chinees gaat eten. Of hij spaart ook kranten en alles. Hij spaart alles. Ook cadeaupapier. Bijvoorbeeld met Sinterklaas. Dan bewaart hij alle cadeaupapier. Like, oh my god. He is, that's serious business, okay? Oké, ik heb het uit de verpakking. En wat ik heb hier één zakje. Ik heb geen idee wat het is, maar er staat een octopus op. En een, ja, een theepotje. Oh my god, wat is dit dan? Dit heeft, het lijkt op een melkkannetje. Ja, ik weet niet of je het kan zien, maar er staat zo'n melkkannetje hierop. Ik heb geen idee wat ik met jou moet. Maar bij jou staat ook een octopus. Jongens, hoe kan je die taal ooit leren? En wat is dit? Dit is een bruin zakje. En ik heb hier dan ook nog een roze zakje. En daar lijkt een ananas op te staan. Dus ik heb letterlijk geen idee wat het is. Ik heb hier ook een tandenstoker. Of gewoon zo'n ding. Waarom heb ik dit nodig? Oh, wacht, er gaan die balletjes op. Oh, daar is die voor. En dan heb ik hier ook een klein lepeltje om alles te mengen. En zo ziet het eruit van hier binnen. Dus ik heb hier allemaal kleine bakjes. En hier een groot bakje waarin een muzieknoot in staat. Wat moet ik gaan zingen en dan komt er opeens iets van eten? I don't know. Dit bakje wordt zeg maar voor het water. Dus ik heb ook water nodig. Ik zit hier gewoon maar een beetje met een paar zakjes. Ik heb ook geen magnetron in mijn kamer, dus ik moet dadelijk ook eventjes naar beneden. En dan heb je ook nog een ander klein bakje waar een sterretje in zit. Oh, kijk nou! Oh, zien jullie deze twee dingetjes hier? Het lijkt op van die octopus handjes. Octopus dingen. Ik heb geen idee hoe die heet, maar je snapt wat ik bedoel. Van die dingen die octopus hebben. Lijk al op een octopus als ik dit doe? Nee, hè? Nee, oké. Okay. Nou, laat het maar gewoon beginnen. Oké, ik heb eventjes mijn Japans gebruikt voor de hit. Want we moeten deze dingetjes even uit elkaar halen. Ik heb hier trouwens even water staan in een hele mooie Disney beker met een goofie. Hallo, ik ben goofie. We moeten dit eventjes losmaken. Want dit moeten we gebruiken. Alleen, het wilt niet los. Hallo? Hallo, wil je even losgaan alstublieft? Wat is dit nou? Er staat letterlijk van, haal dit eraf en dit eraf. Nou girl, het lukt niet. Oh, misschien moet ik een schaar hebben. Ik ga een schaar pakken. Oké, ik heb een schaar. 1, 2, 3. Ja, kijk, het werkt. Jongens, het werkt. Ik kan wat in mijn leven, oh mijn god. En dit gedeelte ook, jeetje jongen. We hebben gewoon 4 stappen voor vandaag, oh mijn god. En we beginnen met, even kijken, met de muzieknoot. Dit is de muzieknoot en daar gaan we het roze zakje blijkbaar in doen, de ananas. Oké, er staat dat ik 1 zo'n cupje water erin moet doen, dus ik pak een cupje water. En dan doen we dat cupje water hierin. Wow, wat een magic. Het is letterlijk, wat we nu maken, poeder met water. Like, hashtag cooking goals. Oké jongens, even ruiken hoe dit ruikt. Dit ruikt naar van die koffiekoekjes. Maar ik wil... Oh, maar nu ruik ik vis. Oh, dit ruikt ook naar die noedels. Oh, dit ruikt naar noedelskruiden met koffiekoekjes. Dat is eigenlijk geen lekkere combinatie. Maar we gaan het maken. Dus komt ie. 1, 2, 3 en we gooien dit hierin. Welke kleur heeft het? Het heeft gewoon wit. Maar, dit is de magic van dat Japanse shit, hè. Kijk, het wordt gewoon freaking roze. Oh my god, oh my god. Oh my god, dit is niet goed. Kijk nou, ik moet denk ik meer water. Oké, we pakken meer water. En nu gaat het fout, hè? Het gaat nu fout, want ik heb geen geduld. Oké, meer water. Zo, het lijkt op van die Dr. Oekter prinsessenglazuur. Oh ja! Oké, en dit spul moet je dus in dat vormpje doen met, ja, met die gek. Het lijkt net een banaan. Banaan! Maar dat moeten we hier dus instoppen, dus ik ga... Oh my god, dit voelt...
Oh my god, dit voelt zo niet lekker. Oh mijn god, jeetje. Ik krijg hier echt de kriebels van. Oh my god, oké, dus dit moeten we hierin plaatsen. Het gaat er steeds van mijn vingers af. Dit is niet de bedoeling, jongens. Misschien moet ik toch niet die twee waters doen. Het gaat weer niet goed. Oké, die zitten er bijna in en mijn vingers zijn lekker vies. Oh yeah, hashtag living. Nou nee. Oké, jongens, we gaan gewoon even stiekem proeven hoe dit proeft. Het smaakt naar zout. Het smaakt naar niks. Oké, er staat dat we maar één schepje water erin moeten doen. Dus dit wordt... Oh, dit worden die deegballetjes. Of nou ja, ik denk gehaktballetjes. Maar we gaan het zien. 3, 2, 1. Ik geef jullie even een lekker beetje water. En dan moet ik die... Waar is die vieze gore lepel? Oh mijn god, die zit nog in de mayonaise. Ik bedoel die vieze smurrie. Oh my god. Oh, ik ga even proeven. Het smaakt naar mayonaise, maar het stinkt er niet naar mayonaise. Oh, dit is zo zuur. Oh, gadverdamme. Oké, maar we moeten door, want we moeten even gaan koken. Like, dit kan je ook niet in de keuken zeggen, dus we gaan even door. Oké, komt-ie jongens. We gaan even kijken wat dit voor rare smurrie wordt. Dit moet blijkbaar de deeg worden. Oh, het wordt deeg. Het wordt deeg, jongens. Kijk nou. Kijk hem nou deeg worden, hè. Kijk hem nou stoer doen. Zo, dit is een stevige bal, hoor. Een stevige bal met poeder en water. Ja, echt waar. Japan, jullie zijn ziek. Ik hou van Japan. Ik zou heel graag naar Japan willen gaan. Dus dit vind ik heel erg lekker. Dus ik ben benieuwd wat voor lekkere culinaire gerechten ik kan eten in Japan. Kawaii! Oké, dit ruikt naar... Ik denk dat dit ruikt naar garnalen die denk ik al een week liggen, zo zeg maar, in je raamkozijn. En de zon schijnt erop. En dan ruikt je kamer naar dit. Ja, ik denk dat ik goed zit. Oké, dus dit lekkere mengseltje leg ik eventjes hier. En dan gaan we even verder... wat moeten we dan doen? Eventjes kijken. Oké, wat we nu moeten doen, nu mogen we het andere bakje pakken met de ster, zeg maar. En dan moeten we hier het bruine zakje in doen. En hoe ruikt het bruine zakje? Wow, maar dit ruikt weer lekker. Dit ruikt ook naar noedels. Maar dit zakje ruikt veel lekkerder. Beetje zoetig. Beetje sojasaus. Een zoete sojasaus, kruidenpoeder. Ja, lekker. Dus dit doen we hier in het sterretje. En, oh, dit is ook superveel poeder. Oh my god. En dan moeten we ook maar één schepje water doen. Als je op een dieet bent, begin dit. Je eet alleen maar poeder en wat water. En heel veel chemicaliën en shit en poeder. Maar je kan wel een mooi gerecht maken. Oké, we moeten even deze vieze lepel weer aflikken. Godverdamme, oké. Nee, oké. Alles is vies wat ik nu heb geproefd. Dus ik ben benieuwd hoe het dadelijk gaat proeven met alles bij elkaar. Oké, ik heb nu even dat bruine zakje gemengd. En het is heel vloeibaar, dus ik denk dat dit een soort sausje is wat we er daarna overheen moeten doen. Oh, deze saus is wel living. Ik zou dit best wel willen eten met mijn kip nuggets. Like, kip mijn kip nuggets. Oké, ik heb alles eventjes hierin gedaan. Ik moest eerst dat oranje zakje, dus dat spul, dat gekke spul moest ik als eerst in doen. En daarna die octopusjes, dus die heb ik er ook in gedaan. En eigenlijk moest ik dit ook doen, maar ik had er geen zin meer in, want ik weet zeker dat dit vies wordt. Dus ik denk dat ik er maar één maak. En uiteindelijk moet ik deze dingen in de magnetron doen. Dus dat ga ik nu eerst doen. En daarna gaan we met dat stokje, gaan we er zo doorheen. En dat kunnen we gaan eten met de sauzen. Oh, ik kijk er zo naar uit. Jongens, dit is mijn avondeten voor vanavond. En ik heb hartstikke trek, dus ik kan niet wachten. En ja, dat meende ik niet. Nee, dat weet ik. Ja, oké. Tot zo! Oké, het is uit de magnetron en het ziet eruit nog steeds als shit. Het is een beetje groter geworden, dus het is een soort balletje. Het is ontzettend heet. Oh my god! Oké, het ziet er heel raar uit. Maar dit moet dus iets voorstellen. Als je weet wat dit is, let me know alsjeblieft in de comments. Want ik heb letterlijk geen idee wat het is. Het zijn hele gare ballen. Met rare, lelijke, vieze octopus stukjes. We gaan het spiezen. Nou, daar gaan we. Dat is 1 bal, 2 bal, 3 bal en 4 ballen op een stokje. Oh jee. Yeah. Jongens, kijk nou. Dit hebben we even gecreëerd in een half uur tijd. Heerlijk. Nou, met zo'n lekker culinair gerecht moeten we natuurlijk wel even mooi presenteren. Dus ik leg me hier heel mooi op mijn kaarsendeksel. En dan gaan we die mooie saus even eroverheen doen. Oké, jongens, hier komt de mayonaise. Ik heb geen idee hoe dat gaat smaken. Oh, daar komt het hoor. Oh, het komt aan beide kanten. Oh my god. Oké, we gaan het een beetje overheen doen. Oh my god, het ziet er zo vies uit, hè. Oh my god. Oh my god. Oké, ik heb iets te veel mayonaise gepakt. Oké. En dan doe ik het hier ook nog eventjes op het schoteltje voor het dip. Als het zo lekkere saus is, dan denk ik, oeh, ik wil meer. Dan heb ik hier wel de lekkere saus, dus die gaat er ook overheen. Maar die saus is heel erg dik geworden, dus die moeten we er even een beetje overheen doen. Zo. Oké. Welkom bij het gerecht. Ik hoop dat het smaakt. Nou, als je mij dus in de keuken zet, dan krijg je dit. Nu moet ik ook nog gaan eten. Oké, nou, bloed, zweet en tranen in de keuken. Oh my god. Is het natuurlijk nu tijd om te gaan proeven. En het ziet er zo uit. Like, het is letterlijk een...
ja, hoe kan je dit noemen? Het is like een piece of shit. Ik ga een halve hap nemen en dan laat ik weten wat ik ervan vind. Oké, 3, 2, 1, jongens, cheers. Als je ook lekker iets zit te eten, gewoon een normale banaan. Ik ga even aan de poeder en de water. Oké, dit maak ik, hè, daar. Ik heb zoveel meegemaakt nu. Oké, ik zal even vertellen hoe het begint. Oké, eerst bij het begin denk ik van oeh, het is een beetje crunchy. Het is best wel lekker, het is best wel knapperig. En dan denk je van, oh, ik zit best wel bij de McDonald's. Maar dan is het een beetje koud, want het is niet echt warm dit of zo. En daarna proef ik opeens een vleugje de kliko, dus de afvalbak van buiten. Dat gaat er een beetje doorheen, de aroma daarvan. En daarna... Daarna komt gewoon een beetje die mayonaise weer even terug. Alsof je gewoon een avond zit te eten met aardappeltjes. Met die mayonaise. Maar het is niet zomaar mayonaise. Het is een mayonaise die al lang in de zon staat. Net zoals die garnaal. Die garnaal, you know what I mean. Van in het raamkozijn. Zo smaakt ook mayonaise. Die bruine saus is echt heel erg lekker. Die is echt... Die wil ik met mijn noedels hebben, joh. Oh mijn god, die is zo lekker. Als je het nou een leuke video vond, doe dan eventjes een duimpje omhoog op deze video. Dan kan ik zien dat jij dit in ieder geval een leuke video vond. En deel deze video met vrienden of vriendinnen waar jij graag ook zoiets wil gaan proberen. Want misschien kan ik dit een keertje weg gaan geven. Oeh! Dus weet zeker dat je geabonneerd bent op All These Games. Dat kan je hier doen met de abonneerknop hier beneden. En laat een duimpje omhoog achter en een leuke reactie. Want ik vind reacties hartstikke leuk om te lezen. Dus super bedankt voor het kijken voor deze video. Volg me ook op social media, @HelloAmRoy. Het staat hier ook in de beschrijving. En dan zie ik je ook de volgende keer weer hier op All These Games. Bedankt voor het kijken en bye bye.